jullie kijken naar Esmeralda's Kookeiland. Ik ben Esmeralda en zoals jullie zien, ik sta weer in mijn keuken. Kan maar één ding betekenen, dat ik dus een receptje ga uitproberen. En aan mijn muts te zien, een kerstreceptje. Nummer 2 deze keer. Wat gaan we doen? Nou, ik ga het jullie vertellen. Ik ga een nieuw recept uitproberen. Die ga ik natuurlijk met jullie delen. En ik ga namelijk uitproberen een beenhammetje uit de oven. Want jullie horen hem misschien, hij staat op te draaien of voor te verwarmen. Dus een beenham met honingmosterd. En ik ga even laten zien wat we allemaal nodig hebben. Voor dit recept is niet veel nodig. In ieder geval voor de beenham een beenhammetje. Die is ongeveer 450 gram. Dus ik ga weer wat aanpassingjes doen aan het recept. Honing, mosterd, 2 deentjes knoflook en 2 takjes tijm. Weet je wat? We gaan gewoon lekker beginnen. Nou, ik begin eerst met alles te mixen. Dus ik pak even een bakje erbij. In het recept stond trouwens dat voor 500 gram. Ik heb er eentje van 450 gram. Dus ik pas hem een beetje aan. In de hoop dat het goed gaat. Maar de marinade doe ik gewoon hetzelfde als hoe het in het recept staat. In ieder geval 2 eetlepels mosterd. Ik heb deze, die komt bij de picknick vandaan. Op dit moment is hij daar niet te krijgen, dus ik hoop dat hij nog terugkomt. Dat hoop ik wel. In ieder geval de eetlepel even omspoelen. De honing. Ik heb gewoon bloemenhoning. 2 eetlepels. 1. 2. 2 teentjes knoflook. 2 tijm. Die ga ik zo nog wat iets kleiner maken, want er zitten nog wat takjes aan. In ieder geval, ik heb de meeste eraf gehaald. Maar ja, die kunnen we ook eten, zeg ik altijd. Dit gaan we even door elkaar inroeren. Ik zet jullie wat dichterbij. Dan kunnen jullie zien wat ik hopelijk doe. Dus dit gaat lekker door elkaar. En dan gaan we de beenhammetje daarmee insmeren. Kijk hoe goed dat gaat. Altijd even proeven. Zo, scherpe knoflook. Ik had waarschijnlijk net een teentje knoflook te pakken. Maar ja, dat maakt niet uit. Nou, het schaaltje heb ik opzij gezet. Kijk. En dan ga ik de beenham een klein beetje inkerven. Even de handen wassen. En ik wil gaan proberen een ruitjespatroon. Ik weet niet hoe het me lukt. Maar we gaan het gewoon proberen een beetje insnijden. Niet te veel. Dan kan namelijk alle marinade die ik daar overheen doe, er zo weer tussen laten komen. Niet te diep doen. Ik doe het denk ik net iets te diep, voel ik. Maar ja, dit is voor de eerste keer dat ik het doe. Beetje insnijden eigenlijk. Maar ja, dan gaat het tenminste overal lekker tussenin zitten. En dan ga ik het alvast in de ovenschaal doen. Ik heb een ovenschaaltje, een ronde. Die ga ik natuurlijk even insmeren. Zo. Dit gaat denk ik wel een kort vlogje worden, maar dat is niet erg. Ik ga er namelijk bij sla en aardappelkroketjes maken. Maar
De beenham is nu in de pixel. Dus die gaat hier lekker in. En ik pak nog even een kwastje extra. En ik gooi dit er gewoon overheen. Zo. Ik smeer het een beetje over de beenhammetje heen. En zoals jullie zien, het zit er ook naast. Dat is ook belangrijk straks. Want om de 15 minuten, om de 10 à 15 minuutjes, moet je hem weer eventjes met zijn eigen sap overschenken. Zo, dus daar zit nog wel wat werkje aan. Ja. Even wachten of de overvoer verwarmd is. Zo, inmiddels zit ik even op mijn knieën. Beenham in mijn ovenschaaltje. De oven heb ik trouwens vorig verwarmd op 175 graden. Hete lucht. In het recept stond tussen de 175 en 180 graden. Wat wou ik nou nog meer zeggen? Oh ja, nou weet ik het weer. Ik ga straks om de 10 minuten ga ik even het sap. Kijk, er zit sap in. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dus wat ik er net over geschonken heb, ga ik weer eroverheen scheppen. En zo om de 10 minuten de beenham besprinkelen eigenlijk. Tegen de tijd dat het klaar is. Ik ga hem zo, want ja, tussen de 40 à 35 minuten. Ik denk dat ik 40 minuten doe. Dus hij gaat de oven in en dan ben ik straks weer bij jullie terug. Ik heb jullie even ingezoomd. En ik hoop dat jullie het kunnen zien. En ik hang lekker voor het beeld, ik weet het. Ik ga hem even over. Met de sap. Gewoon die mosterd honingsaus. Er overheen scheppen en dat ongeveer om de 10 minuutjes. Dus dat gaan we ook doen. Dat is meer, ja, het pakt natuurlijk een beetje aan. Zo. En dan gaan we zo weer over 10 minuutjes doen. Zo, de beenham is klaar. Nu gaan we natuurlijk eventjes aansnijden. Ben benieuwd. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb mijn twijfels. Maar ja. Ik maak dit recept natuurlijk ook voor de eerste keer. Dus dan is het altijd even uitpluizen hoe het gaat. Ik ga jullie even ietsje omhoog zetten. Ik wil natuurlijk zoveel mogelijk van het vlees laten zien. Dus ik ga een beetje hier zitten. Zo gaat het ook. In ieder geval, ik pak even een mes. Want ja, we gaan natuurlijk ook nog even aansnijden. Maar dan zet ik jullie straks wat beter neer. In ieder geval, hier is de beenham. Zo. En die gaan we natuurlijk even aansnijden. Even anders neerzetten. Zo. Ja, ik heb toch iets te ver ingesneden zoals jullie zien. Dus ik hoop dat dat geen problemen gaat geven. Maar ik ga natuurlijk gewoon even aansnijden. Geen idee of het droog is. Je hebt zoveel recepten. Ik heb er voor dit recept gekozen. Ik ga natuurlijk delen met jullie. Maar ik ga in ieder geval dit even in plakjes snijden. En dan wordt het even tijd om te gaan proeven. Zo, dit is mijn gesneden beenham.
En we gaan natuurlijk eventjes proeven. De aardappelkroketjes worden warm gehouden. Ik heb er gewoon sla bij. Heel simpel. Maar het gaat natuurlijk om de Benam. Ik pak even een stukje. En dan gaan we natuurlijk proeven. Ik ben heel benieuwd. Zo ziet het eruit. Vrij roosig. Ben benieuwd. Niet droog. Kijk. Misschien ietsje aan de rauwe kant, maar ik vind het wel lekker. En de marinade is echt zo. Dus, nog eventjes voor de herinnering. Een beenhammetje van 450 gram. 2 eetlepels honing. 2 eetlepels mosterd. 2 teentjes knoflook. En 2 tijm was het, geloof ik. 2 stokjes tijm. Lekker in de marinade een beetje aansnijden in wat ik jullie heb laten zien. Dan op 175 graden. En dan zo ongeveer 40 minuutjes. En dan heb je een lekker beenhammetje met kerst. Nou, echt lekker. In ieder geval, wij gaan lekker eten. En ik zou zeggen, leuk dat je hebt gekeken naar Esmeralda's Kookeiland. Vind jij dit een leuke kookvlog? En ja, geef een duimpje zou ik zeggen. En vind jij het leuk om mij te blijven volgen? Word lid en abonneer je, is gewoon gratis. En vergeet vooral dat belletje niet. En ik zou zeggen, ja, tot de volgende keer hè. Doei!